Hier zit dus een enorme spleet, zeg maar, in de boom. Waar de twee helften, de twee takken, zeg maar, niet goed aan elkaar gehecht zijn. Dat betekent dat het gewoon geen stevige boom is. En dat de kans dat een van de twee takken uitbreekt heel erg groot is. Volgens boomadviseur Erik Vidder hoeven Almeerders zich geen zorgen te maken om massale bomenkap. Volgens hem wordt er niet zomaar gekapt. Ja, ik denk dat het boom inspecteren een vak is. De mensen weten waar ze op moeten letten. Vandaar dat we ook een externe partij inhuren. En die hebben het vakmanschap om te beoordelen of een boom veilig is of niet. En als de boominspecteurs klaar zijn, laten wij alle bomen die zij hebben aangegeven om te vervangen of aanvullend onderzoeken, laten we het nog een keer door een externe partij controleren. Dat is een soort van second opinion, zodat we echt zeker weten dat een boom niet zomaar vervangen hoeft te worden. Annelie Lekaton-Pessy is zo'n boominspecteur. Dit jaar kijkt ze alle bomen stuk voor stuk na in de Filmwijk. Met een priksel kijken we dan vaak. Kun je onder de rand prikken. Als je er onderdoor prikt, weet je dat het niet goed is. Of wij kunnen met de hamer even kloppen. Als er dan een holte of een rotting of andere ellende in de boom zit, kunnen we dat horen. Dan klinkt het dof of juist heel erg. Zoals een klankkast bij een gitaar bijvoorbeeld. Kun je goed horen of er iets aan de hand is. En vaak kun je dus ook door rondom te kloppen horen hoe groot de holte is of hoe groot de rotting. En of het gevaar oplevert. Dus je ziet het als bewoner soms niet altijd met het blote oog of je ziek is? Nee, zeker niet. Nee, zelfs wij zien het niet altijd met het blote oog. We doen natuurlijk een visuele inspectie. Maar sommige gebreken zijn gewoon met het blote oog niet te zien. In dat geval adviseren wij dus ook om na de onderzoek te gaan doen. En dan wordt er vaak of gegraven of er wordt een trekproef uitgevoerd. Of een onderzoek wat specialistisch is. Dus dan geven wij het stokje door aan de volgende, zeg maar. Ja. Onveilige en ongezonde bomen worden dus omgekapt. Maar daar komt niet altijd een nieuwe boom voor in de plaats. We gaan kijken van, kan er op dezelfde plek een boom terugkomen? We hebben een hele drukke ondergrond, heel veel kabels en leidingen in de grond. En dus in het verleden zijn wel eens bomen op kabels en leidingen geplant. Ja, dat is niet wenselijk. Dus dan gaan we kijken van, kunnen we op een andere plek in de stad of in de buurt van de boom een nieuwe boom terugplanten? En van die omgehakte bomen wordt niet alles gebruikt voor de biomassa. Maar volgens Vidder wordt veel oud Almeers hout hergebruikt. We proberen de stammen te hergebruiken. Wat we vaak doen is laten we van de stam boompalen zagen, zodat we daar de nieuwe boom weer aan de oude boom kunnen verankeren voor de eerste paar jaar. En we hebben ook al voorbeelden dat er bijvoorbeeld een pergola in de stad is gemaakt van het hout wat is vrijgekomen van bomen die verwijderd zijn. Dus we proberen zoveel mogelijk in de stad te verwerken.